Mijn favoriete land is dus Zwitserland. Bij heel veel mensen heeft dat een beetje een negatieve bijklank. Misschien hebben ze slechte herinneringen aan jeugdvakanties of zo. Maar ik daag je toch uit om het nog eens een keer te proberen. Ik hou heel erg van de bergen, van de natuur en de cultuur daar. Mijn eerste tip is de Matterhorn. Zowat de bekendste berg van Zwitserland, die je toch eens een keer live moet hebben gezien. Je kent hem misschien van de Toblerone chocolade. En bovendien, het is die ligt dicht bij een bergdorp, Zermatt, waar je alleen maar naartoe kan met de trein. En in dat kleine stadje rijden alleen maar elektrische wagentjes, van die hele kleine autootjes, die bijvoorbeeld de koffers van het station naar je hotel brengen. En het fijne is ook, als je daartoe komt in Zermatt, zie je die berg niet meteen liggen. Je moet een klein beetje een pad aflopen of een weg nemen en dan pas doemt die berg op. En die is zo impressionant als je hem te zien krijgt, want er zijn ook wel eens dagen dat hij wat tussen de wolken ligt en dan moet je op een terrasje gaan zitten wachten tot die berg plots vrij komt te staan. En dat is echt waar fenomenaal om te zien. Mijn tweede tip is op een hele andere plek in Zürich, de bekende bankenstad. Een beetje een chicere stad met chique winkelstraten en zo. Leuk om een keer te zien en te kijken naar de prijskaartjes in de etalage, maar vaak kan je dat misschien niet betalen. Maar het heeft ook een hele andere kant. Er zijn hele sfeerige straten, leuke restaurants en een plek waar je in de rivier kan springen. In de zomer zijn er van die aanlegstijgers waar cocktails worden gedronken, waar graffiti te zien is, waar een echte bohemiënsfeer ligt. Daar kan je dan na de cocktail even het water in springen, word je een beetje meegenomen door de stroming en op het einde van dat stukje dat vrijgemaakt is, kan je dan met een laddertje opnieuw uit het water, opnieuw naar je aanlegstijger en de volgende cocktail beginnen. En zo kan je een hele namiddag doorbrengen. En mijn derde tip, dat is het Lütjental. Dat is een dal, een zijdal van het bekendere Rhônedal. En dat is een dal dat heel erg lang afgesneden is geweest van de wereld, omdat het moeilijk bereikbaar was. Nu kan je er naartoe met tunnels en met de auto. En helemaal op het einde van het dal, ja, stopt de weg. Daar ligt er een grote parking waar je de auto kan achterlaten. En daar heb je dan een hele basic camping, waar je naast een bergrivier ligt, onder besneeuwde toppen, waar ook gletsjers onder hangen. Ja, kan je tent terechtzetten en echt eens een keer helemaal tot de natuur komen. Met ongelooflijk veel sterren 's nachts, waar je ook nog vuur mag maken. Waar je dus echt ja, een keer echt back to basics kan gaan. Het is echt een aanrader voor wie eens helemaal tot zichzelf wil komen, tot rust wil komen. Je kan er ja, ongelooflijk mooi genieten van de natuur. Lütjental, zeker een keer opzoeken. Voilà, dit waren mijn drie tips en ik hoop dat ze jou misschien leren om Zwitserland van een andere kant te zien. Veel plezier en stuur een kaartje als je gaat.